Als je aandelen gaat kopen, zul je merken dat je dit op 4 manieren kunt doen. En in deze video gaan we naar deze 4 manieren of methodes kijken die vaak terugkomen. Bij elk van deze methodes wordt jouw order op een andere manier uitgevoerd. En in deze video behandelen we de 4 meest gebruikte ordertypes eigenlijk. Dit zijn de limit order, de market order, de stop loss order en de stop limit order. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, abonneer je dan hier in het hoekje op het kanaal, dan mis je nooit meer een video. En in deze video gaan we dus kijken een beetje richting aandelen kopen, beleggen, investeren. Nou, je zult zien als je aandelen wilt gaan kopen dat je een aandeel gevonden hebt en je bent van plan het te gaan kopen, dat er nog een bepaald aantal opties zijn. En of je nu belegt via de Giro, Bink, FlatEx of elke andere bank of broker die er is, maakt vaak niet uit. Meestal zul je zien dat op het moment dat je een aandeel wilt gaan kopen, deze 3 of 4 methodes eigenlijk altijd worden aangeboden. Dit zijn eigenlijk, zoals gezegd, de 4 meest gebruikte. En de eerste die we gaan kijken is de limit order. En het kenmerk van de limit order is, zoals de naam al zegt, de order wordt met een limiet uitgevoerd. Dus de prijs waartegen je wilt dat de order wordt uitgevoerd. Dus een kenmerk of voordeel van deze soort order is dat die nooit tegen een slechtere prijs wordt uitgevoerd. Stel je bent van plan een aandeel te kopen en je bent bereid 10,01 euro te betalen voor een aandeel. Nou, je zult dan zien dat misschien staat de koers hoger. Dat die zodra die dat bedrag aantikt, dan pas de order wordt verwerkt. En je dus voor een limiet van 10,01 euro het aandeel koopt. Staat het aandeel dus in het begin hoger op het moment dat jij de order invoert, bijvoorbeeld op 12 euro, en je voert dus die 10,01 euro in en hij zakt wel maar tot 10,05 euro, dan zal je order niet vervuld worden omdat jij bereid bent maximaal eigenlijk 10,01 euro te betalen. Maar altijd betaal je nog maximaal dat bedrag wat je hebt opgegeven. Dus bij een aankoop kun je zeggen dat het een maximaal bedrag is wat je bereid bent om te betalen voor een aandeel. Mocht je nou wel een aandeel hebben en gebruik je een limit order om het te verkopen, dan kun je het zien als juist andersom, als een minimum waarop je het aandeel bereid bent te verkopen. Dus dan zet je een bepaalde prijs neer en alles zolang het erboven zit, wil je het aandeel nog wel verkopen, maar zakt het onder dat ingestelde bedrag van jou, dan zeg je van nee, dat is te weinig, ik wil er meer voor hebben, en dan wordt je order dus niet uitgevoerd. Het tegenovergestelde daarvan is de market order, ook wel bestens order genoemd. En dit houdt in dat eigenlijk je order direct vraagt. En dit houdt vaak in dat je order vrijwel direct wordt uitgevoerd tegen de beste prijs op dat moment. Zoals de naam al zegt, market order, je order wordt direct op de markt neergezet en tegen de dan geldende prijs gekocht of verkocht. Het voordeel hiervan is dat je niet hoeft te wachten. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer je per se een aandeel wilt kopen tegen elk geldende prijs. Dan gaan ze op de markt kijken en kijken wie bereid is voor een bepaald bedrag een aandeel te verkopen. En daar tegen die prijs zal jij dan betalen. Daarom zul je zien dat vaak wanneer je een market order plaatst, je een beetje buffer nodig hebt in je account. Dus stel je wil een aandeel kopen van 10 euro, dan kan het zomaar zijn dat je minstens 15 euro nodig hebt om deze transactie te doen. Want ze houden er rekening mee, de broker, dat op het moment dat jij een market order wil doen, dat er misschien wel tientallen procenten extra betaald wordt ten opzichte van de prijs die nu geldt. Dat hangt een beetje af van vraag en aanbod. En daarom heb je dus meer vrij besteedbaar vermogen nodig in je account om zo'n aandeel te kunnen kopen. Dat is ook eigenlijk meteen een nadeel van de market order, want ze hebben niet van niks zo'n buffer eigenlijk die ze inbouwen. Het kan namelijk heel ongunstig zijn tegen de koers waar tegen het gaat betalen, want zoals gezegd hangt het af van vraag en aanbod. Dus zeker bij aandelen waar minder liquiditeit is, minder volume, kan het zijn dat je dus een hogere prijs betaalt dan het aandeel op dat moment vaak in principe misschien wel waard is. Dus stel iemand is bereid om pas een aandeel te verkopen bij 14 en de koers ligt op 11. Maar ja, in principe met zo'n order zeg je dat je tegen elke prijs eigenlijk het aandeel wil hebben. Je wil het per se hebben. Dan zul je dus zien dat die prijs die je bereid bent te betalen gaat kijken naar de eerstvolgende die het wil verkopen. Nou, dat is die 14 euro. En dan zal het tegen die prijs gekocht worden, ook al is het aandeel op dat moment dus minder waard. En wat die prijzen zijn, dat zul je vaak zien bij aandelen. Zie je de tekst en bedragen van bied en laat. Nou, dat zijn dus de prijzen van wat zijn mensen op dit moment bereid te bieden voor het aandeel. En laat, tegen welke prijs wil iemand het laten gaan in principe het aandeel. Dus tegen die prijs kun je vaak zien wat de spread is, zoals ze dat noemen. Het verschil tussen vraag en aanbod en welke prijzen daarbij horen. Als derde is er dan de stop loss order. Nou, dat is een order die wordt eigenlijk geactiveerd als een market order op het moment dat het stopniveau wordt geraakt of overschreden. Bij een stop loss order kun je dus eigenlijk een stop van een verlies instellen op een prijs die misschien nog gaat komen.
En dit kun je bijvoorbeeld gebruiken als bescherming tegen een koersdaling of misschien om een daling te limiteren. Dus stel het aandeel is weer 10 euro waard op dit moment, maar we zetten een stop los op 8 euro. Dus mocht het aandeel dalen naar 8 euro, ja, zolang het de 8 euro niet raakt, blijft het gewoon in bezit. Maar zakt die door die 8 euro grens, dan wordt het dus geactiveerd en wordt die als market order op de markt gebracht. En dat is zoals we net hebben geleerd, tegen elk mogelijke prijs wordt die op dat moment zo snel mogelijk in dit geval verkocht. Andersom kun je ook gebruiken om te profiteren van een koersuitbraak. Stel, er is heel erg goed nieuws voor de beurs, of eigenlijk na de beurs, maar de volgende dag wordt dat in de koers verwerkt, dan zul je vaak zien dat in het eerste kwartier misschien de koers wel heel erg hard stijgt, maar dan die later of gedurende de dag wat zakt. Nou, dan zou je hem dus ook kunnen gebruiken, maar dan juist voor een hoger bedrag. Dus laten we zeggen, het aandeel is 10 waard en jij zegt hem, ik zet hem op 12,50. Dus mocht de koers in één keer ergens 25% stijgen in korte tijd, dan wordt die automatisch verkocht op dat moment als market order. En kun je dus profiteren van een koersstijging. Nou, daar zit ook eigenlijk een nadeel aan. In dit geval, mocht het aandeel daarna nog verder door stijgen eigenlijk, ja, dan heb je je aandeel op dat moment dus al verkocht. En dat is een beetje een nadeel. Dus wanneer het gaat stijgen, dan profiteer je misschien op het moment dat die verkocht wordt en later weer daalt. Maar gaat die nou verder doorstijgen, dan pak je die extra winst die later komt. Ja, daar kun je niet van profiteren, omdat je order op een eerder moment al is uitgevoerd. En als laatste hebben we dan ook nog de stop-limiet order. En deze order wordt eigenlijk geactiveerd als een limiet order, zoals de naam al zegt. Als het stopniveau zeg maar weer wordt geraakt of overschreden. Bij deze order heb je dus twee prijsniveaus. Ten eerste heb je het stopniveau en je hebt het limiet. Het stopniveau geeft eigenlijk het bedrag aan wanneer er iets moet gaan gebeuren. Dus haalt de koers, raakt die dat bedrag of gaat je doorheen, dan wordt er iets in deze order uitgevoerd. Het tweede bedrag is dus het limiet. Dat is dus het bedrag waartegen iets wordt uitgevoerd als limiet order. Nou, laten we als voorbeeld nemen dat aandeel wat dus hoger staat, laat zeggen 12 euro. En hij zakt uiteindelijk naar 10 euro. Nou, dat is zeg maar, de 10 euro is misschien dan je stopniveau. Op dat moment bij 10 euro gaat er iets gebeuren. Dan wordt die order dus eigenlijk geactiveerd tegen de prijs van het limiet. En het limiet kun je bijvoorbeeld instellen op 9,95. Dus stel het aandeel zakt van 12 euro naar 10 euro. Op dat moment wordt het aandeel eigenlijk aangeboden voor een prijs van 9,95. Omdat je misschien denkt, als ik er 5 cent onder ga zitten, dan wordt het snel verkocht. En dan pak ik misschien wel 5 cent verlies, maar dan weet ik wel een minimumprijs wat ik ga krijgen voor mijn aandeel. Want als we bij de vorige methode ook 10 euro hadden ingesteld bij de stop loss, dan wordt die op dat moment ook uitgevoerd, maar dan als market order. Maar dan kan het zomaar zijn dat bijvoorbeeld maar 9,50 euro voor je aandeel krijgt. Dus hij wordt allebei wel eens eigenlijk zo snel mogelijk uitgevoerd. Alleen in de laatste geval bij een limiet heb je eigenlijk dus nog een limiet waartegen het minstens wat je minstens voor wil hebben, weer een minimum. Dan kan het wel iets minder zijn dan die stopniveau, maar altijd nog een bepaald minimum wat je zelf in kunt stellen, waar je zelf comfortabel mee bent. Maar dit zorgt er dus voor dat je het kunt verkopen op het moment dat er iets staat gebeuren, maar dat je altijd nog een bepaalde prijs die je van tevoren over na hebt gedacht wilt verdienen aan dit aandeel, wilt krijgen hiervoor. Dit zorgt natuurlijk wel voor dat wanneer er te veel afwijking tussen deze twee zit, dus tussen het stopniveau van 10 en die limiet die je hebt ingesteld, dat die misschien wel niet uit wordt gevoerd. Want stel er is heel slecht nieuws van een bedrijf en het zakt van 12 de dag ervoor naar het opent met 9 dollar op de, of 9 euro op de beurs 's ochtends. Nou, dan is hij dus door die 10 heen gezakt. Dus eigenlijk wordt je order wordt geactiveerd. Nou, die limiet hadden we ingesteld op 9,95. Maar aangezien het aandeel op 9 euro staat, zal niemand het 9,95 voor gaan bieden. Dus blijf je die aandelen in bezit houden. En dit is dus anders dan bij die stop los. Want dan zou het, ook al is hij door die 10 heen gezakt en is het 9, dan wordt hij op dat moment op de beurs aangeboden tegen iedereen wat hij er maar voor wil betalen. En dan zal dus iemand rond die koers van 9 euro misschien wel bereid zijn het te betalen. En dan wordt hij wel ingevoerd, maar omdat je in dit geval de limiet dus op 9,95 hadden ingesteld, ja, op dat moment is het dus niet interessant en zal die order dus open blijven staan en niet vervuld worden. Als laatste zijn er eigenlijk nog twee type orders, maar die zijn niet specifiek apart, maar die zijn eigenlijk al deze vier voorgaande van toepassing. En dan zul je vaak onderaan het formulier zien of het nou een dagorder of als doorlopende order wilt zien. Nou, zoals de naam al zegt, een dagorder, wanneer je deze invoert, zal die alleen op de huidige beursdag eigenlijk worden verhandeld. Dus wordt aan deze voorwaarden die je in hebt gesteld bij deze order op de huidige dag voldaan, dan wordt die doorgezet. Maar voldoet het aandeel gedurende die dag dus niet aan die voorwaarden, dan zal op het moment dat de beurs sluit de order vervallen. En dit zorgt er dus voor dat je iets kunt instellen wat alleen voor één dag geldig is. Dus stel dat we in het ene geval zeggen, als de koers vandaag 20% stijgt, om wat voor reden dan ook, verkoop het dan maar. Haalt hij dat niet gedurende die dag, wordt het verkocht. En haalt hij over 3 weken 20 euro of 20% stijging, dan kijken we dan wel weer. Maar om deze dag wordt hij niet aan deze voorwaarden voldaan. Stel je nou een dag order in nadat de beurs is gesloten eigenlijk,
Nou, dan zorgt het ervoor dat die dagorder voor de volgende beursdag gaat gelden. Dus je kunt eigenlijk al 's avonds bijvoorbeeld iets als dagorder instellen bij de AEX. Wat dan de volgende beursdag, die hele dag geldt. En op het moment dat dus morgen aan die voorwaarden wordt voldaan, dan wordt die order eigenlijk geactiveerd. Het tegenovergestelde van deze dagorder is natuurlijk die doorlopende order. Nou, dat is zoals de naam al zegt, die loopt maar door. Dat is niet beperkt tot op een dag. En dan kan het eigenlijk lange tijd doorlopen totdat bijvoorbeeld jij deze order zelf intrekt, dat er misschien dividenduitbetaling is, splitsing van het aandeel, allemaal dingen die eigenlijk niet direct dagelijks op de koers invloed hebben, maar die misschien in de toekomst wel kunnen gebeuren. Nou, dan wordt een order geannuleerd, maar eigenlijk wordt die, als je hem nu invoert, dan wordt er vandaag niet aan die voorwaarden voldaan. Dan gaan we kijken of er morgen aan die voorwaarden wordt voldaan. Als dat weer niet is, weer de dag erop en ga zo maar door. Vandaar dus de naam doorlopende order. En zo hebben we dus eigenlijk de 4 meest voorkomende ordertypes behandeld. Dat komt een beetje omdat ik afgelopen maandag een video heb gemaakt over FlatEx. Ik zal hem hier even linken. En in die video raad ik deze nieuwe broker aan, omdat je daar gratis kunt beleggen. Maar ik had wel enkele tips. En één daarvan was om gebruik te maken van limietorders, zodat je weet, zeker na sluitingstijd, omdat dan ooit de prijzen kunnen afwijken, kun je dan instellen tegen welk bedrag je wil betalen. Dus vandaar dat ik vandaag deze video heb gemaakt om daar iets verder op in te gaan. Dat heeft natuurlijk invloed op FlatEx, zoals ik zei. Maar ook als je bij bijvoorbeeld de Bingbank of de Giro zit of elke andere broker, weet je toch op welke manieren je aandelen kunt kopen en op welke methode eigenlijk van toepassing is op jouw situatie. Misschien ga je nou in de toekomst wel anders kijken, anders je orders plaatsen. Dus ja, ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Vond je het in ieder geval een leuke video, geef even een duimpje omhoog. Vond je wat minder, geef even een duimpje omlaag. Maar laat in ieder geval altijd onder de video weten wat je goed vond of minder goed vond, zodat ik dit mee kan nemen naar een volgende video. Ook als je nog vragen of opmerkingen hebt, kun je die natuurlijk weer onder deze video achterlaten in de reacties. Of je komt naar onze Discord chat. Ook de links daarvan vind je onder deze video. En ben je nog geen lid van het kanaal, maar je zit nog wel steeds te kijken, dus het is waarschijnlijk een interessante video geweest. Zoals gezegd, maak ik elke week 2 video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus abonneer je hier ergens op het knopje, klik op het bel-icoontje en dan mis je nooit meer een video. En zie ik je graag in de volgende video weer terug.